Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag weer een keertje op Skype. En ik ben aan het skypen met Cynthia, Tindra en Lily. Hallo! Hallo! Oh, ik vind het zo leuk als jullie dat al gaan zeggen. Ja, er is niet echt heel veel voor mij veranderd, want ja, ik ben nog steeds geen stalrijder. Maar ik heb zo'n vaag vermoeden dat dat volgende week anders gaat zijn. Maar dat hoeft niet. Want ja, zoals ik al zei, ik ga het misschien voor kerst krijgen, want ik heb het wel gevraagd. Maar ja. In ieder geval, voor de update voor vandaag. Voor mij is er niet zoveel veranderd, zei ik al. Maar deze bordjes hebben een nieuwe look gekregen. En ja, ik vind ze op zich best wel mooi. En ik heb een vraagje. Was dit altijd al een oneindig teken? Of is dat nou nu? Ik weet niet. Oké, en de homestable is ook... Hey, Tindra. Hoi. En de homestable ding is ook veranderd. En dat vind ik veel mooier dan dat sterretje. Dus ja. Ah. Oh, je hebt echt een leuk shirt aan. Oké, en ik heb iets leuks voor jullie. Daarvoor ga ik eerst even in mijn homestable. Omdat ik deze video echt niet heb voorbereid. Serieus, ik doe echt maar wat. En dit ga ik misschien, weet ik niet, ooit nog uitleggen waarom mijn paarden zo staan. Maar ja, nu niet. Ik ga naar voorwerpen. En hier zie je heel veel eten. Maar ja, dat is anders. Kijk. Ik heb 100 kerstmunten. Hallo. Hoe dan? Sparen, 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 sparen. Hoe dan? Wat de... Goed. Die neem ik dus even mee. En dan gaan we naar de kerstmarkt. En dan gaan we alle dingetjes kopen die er zijn. Als ik daar überhaupt genoeg voor heb. Ik heb er dus eigenlijk 110, zoals jullie net zagen. Maar ik ga ze even niet bij elkaar doen. Want ik wil kijken hoeveel van de 100 er over heb. Dus we gaan naar de kerstmarkt. En ja, jullie zagen het waarschijnlijk al aankomen aan de titel. Maar ja, de mensen waarmee ik Skype natuurlijk niet. En ja, gaan we even kijken. En ik heb weer een kerstmuts op, want het is de zaterdag voor kerst. Yeah! Oh ja, goed. Maar ik ga het al. Oh ja, oké, gaat goed. We gaan naar de kerstpunten. Oké, hoi! Oh nee, dit haat ik zo erg. Ik heb al in een video van iemand anders gezien dat deze dingen enorm buggen. Dat is niet normaal. Ik ga eventjes relocken voor iets. Ja, maar die poppetjes en die daar... zijn dus echt helemaal aan het spacen en zo. Gelukkig weet ik dat dit degene is die ik wil. En dit zijn zo'n cap. Dit is een handschoenen. Ik ben helemaal de kerst verweerd. Ja hoor. Maar ik ga eerst het paardensetje kopen. Want straks heb ik daar niet genoeg meer voor. Dus ja. Ik hoop dan maar dat hij het ja, inderdaad pakt van die en niet van die 10 minuten. Maar zo te zien heb ik genoeg. Ik vond deze zadeltas vanaf het begin al leuk. Dit is zo'n ja, hier dit van een hertenmasker. Dus die ga ik denk ik wel kopen. En nu heb ik nog 20 dingen over. Dus de vraag is wat ik zal gaan kopen. Wat is dit? Oh, is echt alle kleren? Ja, alle wat? Deze dingen zijn aan het buggen, dus ja. Wat ga ik doen? Wat ga ik kopen? Kabouterlutsch. Al die mensen, het zijn echt allemaal kleren. En ze ziet er niet uit. Nee, dit zijn alle creaties die mogelijk zijn in één. Dat is gewoon heel raar. Oké. Okay. Inderdaad. Maar welke ga ik nemen? Ik denk dat ik de laarzen neem.
En volgens mij kan ik voor de rest niks meer nemen. Nee. Ik heb er nog 8 euro over. Deze? En ik ga even kijken. En ik merk trouwens dat ik harder moet praten, omdat de dingen van Skype best wel hard staan in mijn video's. Dus ik ga vanaf nu gewoon harder praten. Oké, dit is de jas. En hij is wel leuk. Hij is echt leuk. Oké, zadeltas. Deze. Oh, dit is zo cute. En ik heb die kom zo terug. Maar die heb ik niet bij me. Oh jawel. Die heb ik wel bij me. Ja. Dit is zo cute. Laat me even alleen lopen, jongens. Nee. Dit is zo cute. Ik heb er wel niet het hele setje, maar dit is alsnog zo cute. Dit is zo schattig. Ik ga dit denk ik op een paard, ik weet nog niet welke, als wintersetje standaard doen. Dat is echt leuk. Ja, jullie hoeven ook weer niet weg te gaan hoor. Oké. Verder is er denk ik niet echt heel veel boeiend. Misschien kunnen races. Kerstmutsen. Zag ik echt niet aankomen. Oh jee, soms kan ik nog die cap kopen ook. Oh, fuck. Ik hoor zeker vaker een kerst tatoeage. Zo grappig, iedere keer op de kerstdagen is dat ding bij zijn ding is. Ik heb weer kerstdagen, dus let er maar niet op. Oh ja, we hebben natuurlijk ook nog deze. Oh, nou zo cute. Kijk, verder naar de zoektocht op de kerstmutsen. Je bent een eland. Of was het nou een rendier of een eland? Rendier of eland? Wat? Is het nou een rendier of een eland? Wat de fuck? Wat is, ja, het is het nou een eland niet? Ja, ik ben jong. Hier. Kerstmuts. Volgens mij zag ik het niet. Maar zag ik het net en zeg, oh shit. Oh, laat me. Peppes. Oh, het klonk net als een motor, maar je stond stil en je ging rijden. Dat is heel raar. Was net een muziek. What the fuck, het paard heeft een motor in plaats van een hart. Zo is. Dat klinkt heel creepy. Ja, eigenlijk wel. Oh, yes. Oké, ik moet er nog eentje vinden. En dat is waarschijnlijk een munt, maar ik heb alles nodig, dus zoek een... Oh ja, Mia, we kunnen gewoon voor onszelf effect komen. Even iets harder praten. Ze kunnen soms op dezelfde plekken komen. Ja, nee, dat weet ik. Oh nee, ik zat in de vloer. En toen was ik weer boven. Hey. En daarom kijk ik gewoon op plekken waar ze net ook hebben gelegen. Maar ik ontdek niks. Voorlopig. Is dat voor de puzzel? Ja! Hoe wist jij dat? Ik heb die film gekeken vervangen, zeg ik, voor een van de reden. Ja. Volgens mij. Ik heb hem pas geleden nog op Netflix gezien. Maar... Ja, ik heb ook op Netflix gezien. Ik heb zelf ook op Netflix gezien. Hey. It's like boy. Waar is de last kerstmuts? Kerstmuts. Ja. Wat? Weet je wat mijn broer dan zegt? En dan is het altijd van, kut kerstmis. Oké. Dat is heel raar. Ja. Oké, people. Ik kan die kerstmuts echt niet vinden. Nee. Volgens mij ben je echt... Mensen, ik heb iets ontdekt. De laatste kerstmuts zit op mijn hoofd. Dat is heel erg toevallig. Heel erg toevallig. Trouwens, jullie zagen een verandering in het licht, omdat ik met mijn hand tegen de lamp aan botsen.
Maar ik heb de laatste kerst nog steeds niet gevonden. Was ik een penguin. Hey! Kijk, zegt hij. Ik ben een ezel die een heel raar geluid maakt. Hey! Yeah. What the fuck? Goed. Ik wil die laatste muts vinden. Muts. Where are you? Allemaal tags. Allemaal tags. Oh, waar de fuck ben jij wel? God. Godverdomme. Hou daar nou eens mee op met dat geschoon. Ik was zo klaar. En God, dat heeft heel veel te maken met Jezus. Ben je te veel? Wauw. Dit maakt allemaal niemand lachen met... hoor. Oh! Ik zit de trailer in. Oké, ik heb een goed idee. Ik heb een super goed idee. Waar is die? Oh nee, niet voor Pinta. Oké, wacht. Waar is de stomme kerstmuts? Want ik heb ze nog niet alle vijf. Oh, ja. Waar is de laatste kerstmuts? Ik heb echt geen idee, jongens. En meisjes. Ik ga nu Jezus eigenlijk editen. Oh! What the fuck? Doe maar. Jezus editen alsof hij er nog niet goed genoeg uitziet. Waar is die laatste kerstmuts? My God. Oh, ik heb een mail. Hallo mail, leuk dat je er ook bent. Alleen op de kerstmarkt is geen brievenbus. Waar is de laatste kerstmuts? Waar is de laatste kerstmuts? Waar is Jezus? Ik ben heel erg muzikaal, maar waar is de laatste kerstmuts? Dat klinkt toch op mijn duim. Waar de fuck? Waarom word ik er in de ruis gegooid? Oké, okay, ja. Goed. Waar is die laatste kerstmuts? Oké, dat is heel raar. Dat klopt. Oké, okay, Tindra kan er echt niet om lachen. Je klinkt net als een penguin die een brug in de keel heeft. Ja, bijna. Arm, ja. Oké, okay. Jezus wordt nu geëdit. Sapper! Doe normaal. Voor één keer in mijn leven, doe normaal. Sapper. Waar is de stoel? Ben jij Christen? Hoewel zou ik Jezus niet editen. Ik ga het doen. En ik ben het nu aan het doen. Als je niet op Skype kijkt, ga ik het doen. Nee. Ik ben niet geestelijk gehandicapt hoor. Misschien jij wel, maar... Waar is Zij is ook hallo, de hoogte gewoon. Daar is de zonne kerstmuts. Ik wil hem niet echt vinden. Maar man is okay. Zo moeilijk en was die al lang naar een andere plek geteleporteerd. Geteleporteerd? Ja. Oh, geteleporteerd. Holy shit. Oh, wat zijn deze klinsters? Hey, en nu gaat Jezus er hartstikke mooi aan zitten. Wat is dit? Wat de met schouder! Ik zei dat Jezus hartstikke mooi is. Ben ik nu gehackt? Mama, help me alsjeblieft. Waarom is er gehackt? Jezus. Het is geen scheldwoord! Nee. Nou, eigenlijk wel. Wat de fuck? Waarom stop ik hier? Nee, het is een gras! Oh, wat er kijken ook gelovige mensen hier naar, hè? Dit is prachtig. En dat weet ik 100% zeker, omdat mijn vriendin die is christelijk. Oké, dus vertel mij dat ik dit heb gedaan.
Want ja. Het leven is prachtig. Nu is dat goed, dus kijk je hiernaar. Ze zegt van wel, maar stiekem doen ze het niet. Nou, ik kan hem niet vinden. Dus... Oh, en mensen, het is vakantie! Dat ging mis. Maar okay, in vakantie dan... upload ik dus 2 keer. Zo, ik was een beetje niet in beeld. Ik ga even recht op mijn stoel zitten. Zo. Ja, gaat goed. Ja, oké, helemaal geweldig. Ja, oké. Wat wou ik nou zeggen? Oh ja, dan upload ik 2 keer. En als ik geluk heb, is de komende woensdag video misschien wel als Star Rider. Ik hoop het echt heel erg. Ah, nee. Oh, wat ben ik nou weer aan het doen? Ik kon natuurlijk die cap of ja, die cap kopen. Ik vind het setje trouwens echt super leuk. Ik ga even mijn brief controleren. Maar eerst ga ik de video afsluiten. Zoals jullie zien is het avond. En dat komt omdat ik dit op vrijdag opneem. Want ik heb het morgen echt best wel druk met dingetjes. Maar dat zien jullie vanzelf online komen. Flitsen. Dus ik zie jullie in de volgende video. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Want we hebben nu 50 abonnees. Op naar de 100. En bij de 100 abonnees iets leuks. Dus ja, bedankt voor het kijken. En tot in de volgende video. Doei!